ook hier donkere kringen onder mijn ogen. Nou, ik heb er niet zoveel last van, maar ik ken genoeg mensen die slaaptekort hebben. Ligt het daaraan? Of, Nee, okay. Niet helemaal. Tuurlijk heeft het een effect, maar het is eigenlijk toch meer genetisch. Okay. Of ouderdom. Ouderdom, nou, oké. Okay. Ja, waardoor komen donkere kringen? Of wat, ja, waardoor wat is het probleem? Komen ze inderdaad, ja. Het probleem donkere kringen zijn eigenlijk gedeeltelijk deelproblemen. Ja. Het komt enerzijds doordat de huid dunner wordt en dat daardoor de vaten wat meer zichtbaarder zijn. Dat geeft dat blauwige effect. Of het kan zijn dus dat er wat pigment onder ligt. Dat zie je soms wel eens bij Iraniërs, Pakistaanse mensen, mensen uit, een beetje uit het Midden-Oosten of ook negroïde mensen. En het andere is als er volumeverlies komt, dus toch dat er eigenlijk stiekem een traangoot probleem bij de traangoot of de wallen zit. Oké, okay, en wat kunnen mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Nou, wat ze eraan kunnen doen is, je moet dus die deelproblemen moet je aanpakken. Mm-hmm. Nou, ik werk over het algemeen als eerste met dat het volume van de traangoot en de wallen wordt hersteld. Nou, er zijn een aantal fillers die dat kunnen doen. Ja. Nou, je hebt fillers. Die fillers zorgen ervoor dus dat die schaduw al weg is. En dat geeft eigenlijk al een heel goed effect. Heel mooi effect, oké. Nu zijn er ook wat fillers die het wat oppervlakkiger kunnen ingebracht kunnen worden. En dat zorgt er ook voor dus dat doorschijnende van die vaatplexus wat verminderd wordt. En dat is algenes. We gaan weer door, hè? Ja. Als je bijvoorbeeld hyperpigmentatie, nou, dat is echt best wel een wat ingewikkelde probleem, maar dat kan je ook aanpakken met bijvoorbeeld met crèmes of met inspuitingen. Ja. Je kunt de doorschijnendheid wat verhogen. Nou, we gebruiken voor dat middel gebruiken we altijd RSHA Eyes. En die werkt eigenlijk op twee elementen: op het dikker worden van de huid of die hyperpigmentatie. Ja. Het zijn allemaal middeltjes, zit wat hyaluronzuren, zijn wat mineralen. Allemaal verschillende cocktail, dingen die daarvoor inzitten. Ja. Nou, dan kan je nog weer nog wat anders doen. Kan je de plexerbehandeling voor gebruiken. Er zijn twee middelen die je daarvoor kan gebruiken. Dat is plexer peeling. Mm-hmm. Die verkoop ik niet afzonderlijk. Die doe ik altijd in combinatie met RSHA Eyes. En ik ga je zo direct helpen hoor met de samenvatting. Ja? Dat komt wel goed. Je kan ook een plexer kan je ook doen, want dan wordt ook de huid wat dikker. Ja. Al die elementen zorgen ervoor dus dat toch het effect gewoon weer toonbaarder wordt. Ja, dat je gewoon egaler onder de ogen je huid hebt, toch? Ja, precies. Duidelijk. En mensen die het ondergaan, wat kunnen die verwachten van resultaten? Ja, nou ja, goed, als je een volume, het moet er gewoon wel, als er een volume defect eigenlijk zit, is het heel goed, goed te behandelen. Met de RSHA-eyes of de andere middelen, daar moet je wel verwachten. Daar zijn geen perfecte middelen voor. Okay. Maar het zegt wel in vrijwel overgrootste deel, 80% denk ik, geeft het een effect waar mensen toch wel echt tevreden mee zijn. Okay. En daar doe ik. En hoe lang? Want hoe lang? Nou, in principe is het met een filler ongeveer 1,5 jaar. Ja. En met de andere middelen, dan moet je het een beetje bijhouden. Eerst moet je een kuur doen. En daarna één keer per jaar of één keer in de half jaar moet je het bijhouden. Oké, helemaal duidelijk. Ik ga mijn best doen om deze samenvattingen goed te krijgen. Maar als je last hebt van donkere kringen onder de ogen, dan kan het bijvoorbeeld komen door een verlies aan volume. Dan zou fillers een hele goede oplossing zijn. Het zijn ook wel vaak deelcombinaties aan je gezicht, zeg maar, die opgelost moeten worden of kunnen worden. Maar wat het ook kan zijn, is dat er bijvoorbeeld pigmentatie ontstaat. En dan kunnen crèmes of peelings werken. En we hebben natuurlijk de plexer. Die werkt voor alles. En die zorgt ervoor dat de huid gewoon strak weer eruit Zeker. Komt te zien. Maar vooral, en dat wil ik nog even samenvatten, alles is er ook op gericht om die huid wat dikker te krijgen. Dikker. De huid dikker onder de ogen. Precies. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Rogier. Alsjeblieft.